it's there for all to see. Whatever's there to feel or be, what I think just isn't real. It only seems truth is concealed. You'll see, you'll see. Define just what I am, or what's a foe, or what's a friend. I don't know just where I stand, but it's clear it's not the end for me. And I never dreamt to meet you, and I never felt this good. I would really wanna kiss you, yeah, and hold you in my arms all day. Je zou kunnen zeggen dat een kantelpunt is wanneer je eigenlijk verhuist van een fascinatie van het mij naar een interesse in beweging van het zijn zelf. Dus als die geest stil wordt, dan is het mogelijk om een soort langzaam bewegende, bijna muzikale patronen gewaar te worden die er zijn voordat dingen verworden tot gevoelens of emoties of gedachten of objecten of meningen. Dus voordat het ik tot een constructie wordt, is het mogelijk om die onderstroom, die bijna stilstaat maar toch net nog dynamisch is, gewaar te worden. Als daar de interesse naartoe gaat, dan, punt 1, naar mijn smaak is dat interessanter dan de emoties en de meningen en al dat soort zaken. Maar dan gaat er ook iets in je systeem veranderen. Je gaat daarvan houden, meer dan van mij. Het mij, daar zit iets vanuit dat diepere gewaarzijn, daar zit iets lelijks in. Iets bijna vijandigs naar al het andere. Dan wordt daar de scheiding gemaakt tussen mij, niet mij, ik, niet ik. Terwijl in die basisbewegingen of die oerbewegingen, daar is helemaal geen onderscheid te maken. Je kunt niet eens zeggen dat jij gewaar bent van dat zijn. Het is meer het zijn wat zich gewaar is van zichzelf. Er is nog geen breuk. Het is daar nog non-duaal. Waardoor er in wat er nog actief is van wat we mind noemen, een continue stille verwondering is of een vraagteken. Ik heb dat wel vaker gezegd van die character die is daar al een miljoen keer geweest en iedere keer nog als dat zich benadrukt is er, wat is dit? Zonder het te willen grijpen, want daar is wat die ego doet, die grijpt alles. Het is gewoon toekijken in stille verwondering, zoals je naar een symfonie kan luisteren. Dan zit je ook niet dat uit elkaar te pluizen of de hele tijd, als het goed is, van meningen te voorzien. Maar je zit, zeker als je iets voor het eerst hoort, in een verwondering van wow. Het is heel stil, het is heel gaaf, het is heel rijk. En naar mijn beleving 1000 keer spannender en interessanter dan het ik vind dit en ik wil dat of ik wil dat niet. Wat allemaal dus een bepaalde grofheid heeft. Niet dat het niet mag of slecht is, maar
is kind of boring. Terwijl die diepte, die zo zomaar uit zichzelf beweegt, dat is andere koek. Als je daar een keer komt, alsof het een plek is, dan merk je hoe we eigenlijk de hele tijd aan die oppervlakte bezig zijn. Waar de rimpelingen en de golfjes zitten. En dat we die 30 kilometer die eronder zitten helemaal niet kennen. Daar komen we eigenlijk alleen in de droomloze slaap. Maar dan zijn we er niet bij. Dus je rust er lekker van uit. Maar je beleeft eigenlijk niks. Maar je kunt daar dus ook wakker bij zijn. Wat Ramana wel eens wakeful sleep of sleeping wakefulness noemde. We kunnen het uiteraard overal over hebben. Het maakt me ook verder niks uit. Maar ik wou dit toch even zeggen. Want je bent pijnloos veel dieper dan waar je probleempjes over je relaties en je werk en je gezondheid of pensioenbreuk of dat soort zaken allemaal zich afspelen of wat de buren vinden. I don't give a shit. Ik ben de pijloze diepte. Laat ze maar wat van me vinden. Ze kennen me helemaal niet. Ze kennen alleen een uiterlijk masker. Wat ze vooral zelf in elkaar zetten. Want ik heb niet zo het idee dat ik mijn best doe. Om iets voor te stellen. En wat er zogenaamd bereikt wordt is eerder ondanks mij dan dankzij mij. Want die mij dat stelt niet veel voor. Een aangeklede aap. Die kan praten. Je bent zoveel dieper dan waar je je zorgen over maakt of waar je naar streeft. Of wat je denkt dat belangrijk is, dat het bijna pijn doet. Om pijnloze diepten de hele tijd over oppervlakkige zorgen te horen praten. Nogmaals, niet dat het niet mag of dat het slecht is, maar je houdt jezelf in zo'n bandbreedte. Terwijl je, nou ja, pijnloos suggereert het al, het is niet te pijlen hoe diep, hoe ruim. Hoe groot je bent, weet je wel. Sommigen zeiden zelfs, maar ik heb niks met God. Maar je bent eigenlijk God. Nou, daar is weinig van te merken. Gemaakt naar zijn evenbeeld, hè, noemen ze dan, die christenhonden. Maar we gebruiken er zo'n laagje van. We lijken een beetje wat dat betreft op die God uit het Oude Testament. Hè? Jaloers, een dwingeland. Je moet hem aanbidden, want anders zwaait er wat. Dat is een knap triest type, vind je niet? Een beetje zoals wij. Iemand hoeft ons maar even te negeren of het niet met ons eens te zijn. En there we go. Dus ja, dat wou ik even zeggen. Dan kunnen we het nou weer over belangrijke dingen hebben. Ik heb heel lang gedacht, ego, dat is een bedrieger. Die te slim af wil zijn. Maar dat is tamelijk liefdeloos. Om daar op die manier naar te gaan. Het is wel... Hij is wel je heel leven bij geweest om je staande te houden in de wereld. Maar waarbij het op een gegeven moment niet meer nodig is, omdat je vanuit het andere gezichtspunt, dan denk ik dat het gezichtspunt is wat je bedoelt, maar ik heb geen idee eerlijk gezegd. Nou, dan heb je het op een gegeven moment ook niet meer nodig. En dan is het goed, dan kun je er ook afscheid van nemen. Maar het hoeft misschien niet altijd knokken te zijn met het ego. Dat heeft niet zoveel zin, want dan... Ze hebben toch daarmee, ja, we hebben het over honden gehad, of jij hebt vooral over honden gehad. Als je dan ziet, denk dat die staart dat je bewustzijn is, dan ga je heel hard draaien om dat bewustzijn vast te pakken. En uiteindelijk word je er heel erg duizelig van. Uitgeput lig je op de grond en nou, daar ligt je bewustzijn. En dat is het helemaal niet. Dat is tamelijk frustrerend. Ik heb altijd een beeld gehad van dat er. Diepe put was en er zat een klein verwaarloosd jongetje
Dat heb ik ook wel eens tegen een psycholoog gezegd. Ik heb het idee dat dat mijn werkelijke ik is, die verwaarloosd is. En toen ging ik daar verder en dacht ik, nee, dat is niet mijn werkelijke ik. Dat is mijn ego die zich verwaarloosd voelt. En, nou ja, heel misschien heb ik een klein glimpje opgevangen van wat Advaita is. Ik ben heel tevreden. Nou, dat is ook een ego. Nee, ik vind het mooi wat je zegt. Weet je, en er zijn inderdaad twee verschillende benaderingen. Voor sommigen is het geschikt om eens een flinke aanval in te zetten. Vanwege de verkleving. De andere kant is, wat ik ook wel eens geroepen heb, omdat Vartman dat ooit riep, toen hij nog verstandige dingen zei. Dat het ego eigenlijk de good guy is, die pas loslaat als die zeker is dat je veilig bent. Ja. En dat sluit heel erg aan bij wat je zegt. En dan is het veel meer inderdaad een soort afscheid nemen. En dat kan zelfs nog een gevoel van rouw geven. Het is ook een bedrieger, want hij ging uit van allerlei zaken die eigenlijk helemaal niet kloppen. Maar hij was aanvankelijk niet tegen je, maar inderdaad, hij probeerde de survival te steunen. En daarom is hij ook in het leven geroepen, vanwege onze onzekerheid, angst, de vertrouwensbreuken die we allemaal oplopen. Dan moet iets in een bepaalde fase tegen in het geweer gesteld worden, zeg maar. Alleen het probleem wordt dat we ons ervoor aan gaan zien. Dus we gaan ons voor een soort verdedigingslinie aanzien. Terwijl we inderdaad, als we daarachter kijken, daar zit niet een ontkend kind of iets dergelijks, daar zit leegte. Mijn ware zelf is geen zelf. Daarom heb ik zo moeite met dat innerlijk kindgedoe, wat op een bepaald vlak gunstig is als mensen daarmee bezig gaan om enige heling in het systeem te krijgen. Maar het moet zo snel mogelijk overboord. Want you are not somebody. Er zit niks achter die verdedigingslinie, er is alleen maar openheid, alleen maar zijn. Dus in die zin is die tegelijkertijd een leugenaar of bedrieger. En iets wat het leven probeerde veilig te stellen. Dus ik vind het heel mooi gezien. Cool. En dat het dus raakt, is heel normaal. Ik heb ook van die ervaringen gehad dat er stukken van me afvielen op een gegeven moment. Heb ik ook wel eens geroepen. En dat voelde als afscheid nemen van een hele goede vriend die 30 jaar bij me was. Maar inderdaad, het was niet meer nodig. Het klopte niet meer. Het moest weg. En toch liepen er tranen over mijn wangen. Want die was er altijd. Ondanks zijn rariteiten enzovoorts. Het was een deel van me geworden. Dus die geraaktheid is normaal. Cool. Dankjewel. Ja, hoi. Het raakt me enorm wat er net gezegd wordt. En het komt ontzettend diep binnen. Good. Dus dat is mooi. Maar ik dacht wel op aansluitend. Ik had het gehad over de pijn die als me negeert. Ja. En toen zei je, ga die emotie onderzoeken. En toen dacht ik, moet je in die emotie gaan of moet je juist die emotie onderzoeken als iets wat je al waarneemt? Je neemt het al waar. Ja. Dus eigenlijk betekent iets voelen of ervaren of beleven dat je er niks mee uithaalt. Precies, want als ik in die emotie ga, dan ga ik dat gevoel groter maken. Dat kan. Als het leidt inderdaad tot identificatie, dan zitten we er te veel in. Maar er zijn dus verschillende manieren om contact te maken. Je kunt helemaal in een emotie, maar alleen vanuit een onthecht zijn. En je moet dus zelf gaan ontdekken door te experimenteren van als ik er te dichtbij kom, dan ineens sleept het me mee en dan kom ik in het drama. Oké, back off. Ik zit er dus al in op het moment dat er dat gebeurt. Dus dan denk ik, op dat moment moet je het even laten en dan later... Even uitzoomen. Ja, later uit. En wat je gisteren zei van ik ben, die meditatie, dat komt dan daarna als die emotie even, als je dat hebt... Nee, dat is er de hele tijd en dat kan ontdekt worden. Wat je bent is meditatie. Ja, precies, maar als ik bewust ga oefenen, dan denk ik, nu ga ik meditatie doen om te onderzoeken. Nee, maar goed, je kunt dat woord aan de kant vegen.
Het is gewoon, wees je bewust van de bewegingen in je systeem zonder in te grijpen. Maar is dat iets anders dan een zelfonderzoek? Nee, dat is een aspect daarvan. En het lijkt dus heel erg op naar muziek luisteren. Daar ben je ook helemaal bij. En je stelt je helemaal open, zodat die muziekgolven door je heen kunnen gaan. Maar je bent niet de vioolpartij of de saxpartij aan het veranderen. Nee, maar als je inzoomt op die emotie... Nee, maar even erbij blijven. Sorry? Even erbij blijven, het is van belang. Je wil veel te veel doen. Ja. Het gaat veel meer om zijn. Werkelijk iets ervaren is gewoon ermee zijn. Wat wij gewend zijn, is het proberen te begrijpen, het proberen te veranderen, het proberen te verklaren, het proberen in te ruilen voor iets anders. Het is niet, ik ga mijn emotie onderzoeken of ik ben. Basically, it's the same. Ja, oké. Okay. Het begint met zijn. Als we leren voelen, dus gewoon een emotie een dansje te laten doen, of een fysieke sensatie, wat we dan eigenlijk aan het leren zijn, is niet afkomen van een emotie of die oplossen, maar zijn. Ja. En als ik voel dat ik weer in die emotie ga, dat ik weer drama ga maken, dan... Terug. Ja. Altijd eerst terug. Ja. Want dan kan het namelijk gewoon zijn ding doen, wat het wil doen, onbelemmerd. Ik ga er dus achter komen dat wat ik mezelf noem eigenlijk de belemmerende factor is. Ik merk alleen wel, soms kan ik niet uit de emotie komen. Dan weet ik dat ik erin zit, maar dan... Ja, soms gaat het niet. Is met gitaarspelen ook, dan heb je een moeilijk jazzakkoord en dan gaat het niet. Drie weken later gaat het ineens wel. Soms zelfs zonder een week die gitaar aan te raken. Ja, ik ben heel erg van de top van ik moet gaan zitten en dan moet het gebeuren. En dan... Right. Ja. En dat is dus allemaal proberen controle uit te oefenen. Het is heel... Het doet me heel veel, dan wil ik er iets mee gaan doen en dan wordt het weer een soort streven. Yes. En ik merk ook dat ik misschien wel deze vragen stel om het proces zelf uit te stellen of zo. Dan blijf ik erover nadenken. Maar er zit een deel... echtheid in en een deel dat ik merk van mezelf van, oh, dan ga ik het eerst op een rijtje zetten en dan pas ga ik beginnen. Dus, ik ben al begonnen. Dus, ja, exact. En meestal is het dus wat we ook doen, een mengvorm van puur begrip en interesse en allerlei gemengde belangen. Dat is bij iedereen zo aanvankelijk. Ja. Dus don't worry about it. Nee. That's okay. Ja. Maar de kunst is dus inderdaad om het te ervaren, te ondervinden, te beleven met de handen eraf. En dat is eigenlijk de eerste les die we daarin moeten leren. En die leer je niet in 5 minuten. Ook niet in 5 dagen en waarschijnlijk niet in 5 weken. Dus relax. Ja. Good, thanks. Ja, over emoties gezien en gesproken. Ik ging naar de boekentafel. Er zag ik een boekje van je dochter en ik sla het open en ik lees de eerste paar bladzijden. Nou, wat er toen gebeurde. En het roept een ongelooflijke kwaadheid en boosheid op en ook neiging tot actie. Die willen we toen doen. Die verontwaardiging, die emotie, die wil weer uit. Die wil handen en voeten krijgen. Nou, daar heb ik een tijdje mee gezeten. En wat ik nou net hoor, merk ik dat het zo in die stoel zit. En ik kijk er gewoon naar de emotie. Dan blijft hij er. Maar het lijkt wel of er een angel uit is. Yes. Good. Meer niet. Maar het zit er nog steeds. Ja, maar het is ook helemaal niet erg om geraakt te worden. We hoeven alleen niet het meteen te veruiterlijken. Nee, maar het vreemde is dat je geraakt wordt door iets waar je totaal niet op voorbereid bent. Yes. Dus kennelijk zitten we in iets in mijn systeem, waar ik nog niet bijgekomen ben, wat geraakt wordt. Misschien. Een conditionering of weet ik veel wat. Het hoeft niet per se. We kunnen ook geraakt worden door dingen waar we totaal geen relatie mee hebben. Ja. Gewoon omdat wij voelende en dus ook meevoelende of invoelende wezens zijn. We zijn sensitief. En zeker als we gewoon, en vaak gebeurt dat in dit soort settings, wat opener nog zijn dan buiten, dan kan zoiets... Je kunt je er moeilijker tegen verdedigen. Nou, wat ik nu merk, dat alleen het feit al, doordat ik erover praat, er komt de ruimte. Yes. En dat kan dus ook, in plaats van iemand met een honkbalknuppel. Ja, dat is ook wel een ding. Dat is ook leuk trouwens. Maar... Goed, dat is in ieder geval. Die gebeurtenis
meer diepgang gekomen. Ja, cool. Dankjewel. Ja, thanks. Waar je eigenlijk zo even mee begon, Hans, dat muzikale fluctuatie, zoals ik het even noem, probeer het wat duidelijker voor mezelf te krijgen, omdat ik heb de indruk dat, laten we zeggen, het is een soort die achtergrond, hè, waar het over gaat. Ja, of ondergrond. Mijn ervaring is meer dat het een soort status quo is, hè, waarin alles wordt waargenomen. Maar nu hoor ik jou zeggen over het muzikale fluctuatie, dacht ik van, wat kan ik daarmee? Hoe kan ik dat verdiepen? Want ik... Door het op te merken. Ik voel het de hele tijd. Dus er is dat, in de zin van gewaar zijn wat alles waarneemt. Maar in die manifestatie, daar heb je een hele diepe onderstroom die nog geen specifieke vorm heeft, maar die de hele tijd heel langzaam beweegt. En je hebt een soort middengebied waar dingen aan intensiteit winnen en dus al gaan richting concrete waarnemingen. En je hebt die oppervlaktelaag waar de emoties en de opinies en al dat soort dingen zitten. Ja, ik ervaar zowel dat als die onderstroom de hele tijd, die hier gewoon aanwezig is. Alleen, we hebben de neiging om alleen maar naar dit stukje te kijken. Is het gebied, zeg maar, voordat je door iets geraakt wordt, van meer een soort opmerken voordat er ergens je aandacht naartoe gaat, om dat gebied, om dat te ontdekken, te herkennen, doe je dat? En dat is natuurlijk steeds subtieler. Hè? Ja. Tenminste, mijn gevoel is dat steeds subtieler. Yes. Dus vandaar dat het lastig is omdat... We zijn er niet op getraind om dat gewaar te worden. Maar het is tegelijkertijd subtieler inderdaad, maar ook veel machtiger. Wij denken dat de macht hier zit. Maar die zit eigenlijk in die diepte waar de oorbewegingen zitten, zeg maar. Of de basisklanken. Het gaat niet om de liedjes. Er is een reservoir van klank, zou je kunnen zeggen, of beleving die nog niet specifiek is. En ook waar ook nog niet een iemand is eigenlijk. Er is daar gewaarzijn plus die bewegingen, maar geen iemanden, geen fragmenten. Het is één. Ja, net als in de oceaan, een hele diepe laag. Ik probeer het een beetje duidelijk te krijgen voor mezelf. Bijvoorbeeld wanneer je aan het wandelen bent, hè, dan, daar, denk ik, daar wordt ook niet over nagedacht. Wij spreken, vaak ben ik door mijn Engels heen gegaan, als ik dan bijvoorbeeld door de duinen heen loop, loop ik de kans dat ik zwik. Het moment dat je een soort voelt van, ja, dat is een goede stap, dat die herkenning daar, zeg maar, in, dat het oorzaakloze, het herkennen, ermee één zijn, dat het wat er gebeurt. Ja, maar dit is nog de fysiek. Als het al met lopen vergelijken kan worden, dan lijkt het een beetje op lopen in de schemering, waarbij je het bospad of whatever eigenlijk niet goed kan zien. De bewuste geest gaat dan over het algemeen verkrampen. Maar je kunt ook lopen vanuit je voeten in plaats vanuit je hoofd. En je struikelt nooit. En je kunt zelfs, je ontdekt zelfs dat je een redelijk tempo moet handhaven. Loop je te langzaam, dan breek je je nek te snel ook. Maar het is veel meer dat je dan voelt met je voeten. Kijkt met je voeten. Daar is het niet, maar als we het fysiek willen maken, daar lijkt het. Ja, dat bedoel ik. Dat je een soort synchroon bent met wat er gebeurt. En dat je dus langzamerhand alerter wordt op, zeg maar, op die ondergrond. En dus als de aandacht naar die ondergrond gaat, verdwijnt het je. En verdwijnt ook het idee van wel of niet synchroon zijn. Want er is helemaal geen ik aanwezig die zou kunnen afwijken. Of meegaan. Het is pre-persoonlijk. Pre-fysiek eigenlijk. Het moet een soort
gewaarwording zijn zonder dat je daarmee bezig bent. Juist. Dat gebied. Ja, vind ik mooi. Dat. Ja, oké. Okay. Het wordt toegankelijk als je nergens mee bezig bent. Ja. En toch alert aanwezig zijn. Ja, maar dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Oké. Okay. Dus dan misschien nog een tussenfasetje. Het is niet zo methodisch, dus ik snap hoe dat je probeert te pakken. Het, zodat ik het later, want als ik het nu niet doe, dan door het gebruik is, snap ik best wel dat het wat inzinkt. Maar het is een beetje van, als we het dan toch aan het lichaam willen koppelen, je kunt met je voeten nu die vloer voelen, maar er is een soort bewegende leegte onder de vloer. En die maakt eigenlijk geen geluid, maar is de basis van al het geluid. Die beweegt eigenlijk niet echt, maar is de bron van alle beweging. Die zegt eigenlijk niks, maar het is de essentie van alle woorden. Het is geen muziek, maar zonder dat kan er geen muziek zijn. Zoiets. Ja. 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 De dans van zijn of zo. Zonder dat er afzonderlijke dingen zijn die dansen. Het gaat ook nergens heen. Dat is ook een kenmerk, heb ik vaker gezegd, van een dans. We dansen niet om ergens te komen. Dat noemen we lopen. Maar het danst daar. En niet om een of andere reden. Het is gewoon wat het doet. Het danst in zichzelf. Traag. Diep, wijs zou je kunnen zeggen, zonder dat het iets zegt. Het is heel mooi. En het zit altijd overal onder of achter of net naast waar we naar kijken. Het is altijd net buiten je blikveld, net achter je gehoorgrens. It's always there. Ik noem het dan wel eens stilte, maar al die woorden zijn vrij stom. Ja. Ik merk dat dat langzamerhand inzinkt. Ja. Yes. Mooi, die woorden. Iets kan dit oppikken in ons systeem. Ja. En als dat eenmaal een keer ontdekt is of geactiveerd, dan is het net alsof er een sensor in je systeem, die er altijd al was, maar die werd niet gebruikt, aangaat. En van, ah ja. Ja, die is er ook. Yes. Of dat. Ja. Ja. En als daar dus een deel van onze aandacht heen gaat, dan is er wat mensen wel eens noemen een gedragenheid of zo. Ik geloof dat Anker dat, waar zit ze daar, wel eens zo uitdrukt. Er is iets onder alles. Ja, het draagt niet echt, ook dat is niet weer heel precies, maar het geeft een bedding, een okéheid. Een diepgang. Ja, onder het herkenbare. Yes, onder dat wat namen heeft en onderscheidbaar is. Daar beweegt iets. It's kind of beautiful. Ja. Gaan we doen. Good. Voelen. Ja, van die beweging ben ik me eigenlijk continu van bewust. Good. Maar bij mij voelt het nog steeds als erin verdrinken. Good, dat moet ook. En ik hou dus nog steeds hier boven ergens. Sure, vast. Want we denken dat die oppervlakte het leven is. En dat we dus verdrinken als we naar beneden gaan. Het is feitelijk zo dat we ontdekken dat we die hele oceaan worden. En dus niet meer daarboven hoeven te rommelen als een drenkeling. Nee, ik word er nu spontaan zenuwachtig van. Yes. Het is ook pijloos diep. En als we dus meer zakken, als het ware, dan sterven we ook, als het ware, omdat die oppervlakte tamelijk oninteressant wordt. Terwijl daar al onze investering in zit. Maar dit is zo ruim en zo diep en ik voel continu die beweging, maar ik heb... Ja, echt een paar jaar gehad dat ik het gevoel had dat ik zo liep, dat ik de hele tijd viel. Ja. Yes. En nu kan ik er al overdag al wel redelijk goed mee zijn vaak. Maar soms in één keer
heb ik het idee dat er weer iets wegvalt. Een stukje ego wegvalt en dat ik er weer wat dieper in zak. Mm-hmm. En dan heb ik weer een verstikking. Het gevoel van mijn hele lichaam verkrampt zich dan. Alsof ik het gevoel heb dat ik mijn eigen lichaam vast moet houden. Anders valt. Dat is dus weer deels waar we het eerder over hadden, die biologische puls met wat psychische dingetjes erbij. Maar als we het eenmaal ervaren, dus het kan gebeuren dat we daar gewoon een keer echt heel diep in komen, dan houden we vanzelf op daar bang voor te zijn, want we moeten niet bang zijn voor de diepte, maar voor de oppervlakte. Ik ben alleen onmachtig als ik de toplaag van de golfjes ben. Want dat verwaait en dat verbrandt en lost op en is instabiel. Terwijl die diepte, die heeft geen last van wind en zon of whatever. Sterker nog, het is er de bron van. Nee, nu ik zo naar jou luister, voel ik dit ook veel krachtiger dan hier. Daar komt de werkelijke macht vandaan. Niet het macht over anderen, dat is zo kinderachtig. Ik ben al een hele tijd afhankelijk claimen en vasthouden aan het onderzoeken. En ineens knapte hieronder iets. En toen dacht ik, hey, weet je wat ik doe als er iemand komt, een man of iemand in mijn leven? Dan heb ik, de redder, daar is de redder. Ja. Daar is die, yep. En dan hou ik me daar aan vast en dan ben ik heel bang om het kwijt te raken. Maar ik leg de power en de kracht allemaal buiten mezelf. Yes, good. En daarom ben ik zo bang voor verlies. Maar dat komt omdat ik het daar zoek, dat kan ik elk moment verliezen. En dat maakt onveilig. And you will. Ja. Want ze zijn allemaal onbetrouwbaar. Niet mannen per se, hè? Mensen. Ja. Nee, maar het knapte echt zo open. Yes, en ik good. Kon voor het eerst hier de kracht voelen en het voelde gewoon heel anders. Maar het is heel mooi dat je dat zegt, want dat doen we in sociaal verband allemaal. De macht en de verantwoordelijkheid buiten ons leggen. Ook de neiging waar ik het eerder al over had, de mensen als ze onzeker zijn, dan gaan ze 10 man raad vragen. Dat is hartstikke handig, want dan kun je altijd zeggen van ja, maar Piet of Jan of Trust, die zei dit en dat. Dus dan ben jij weer niet verantwoordelijk. Maar dat is verzwakkend. Nee, ik voelde voor het eerst de zwakte daar en de kracht hier. En dat is een heel andere, kan je ook heel anders in contact met mensen. Uiteraard. Want zowel jij als de ander worden dan onafhankelijk van elkaar. En pas dan kunnen we samen zijn. Maar als ik de ander zo vreselijk nodig heb, ik kan niet anders dan tot onnatuurlijkheid leiden. Vanuit de angst om hem te verliezen of whatever. Nee, maar ik ging dan ook anderen heel erg in de gaten houden. Ik leefde eigenlijk door hun heen. Yes. Dus niet vanuit hier, vanuit zijn, maar vanuit door de ander heen. Yes. Een heel apart gevoel is dat eigenlijk. Als je hem door hebt. Verzwakkend. Yes, natuurlijk. En voor die anderen belastend. Want die moeten het dan doen de hele tijd. Ze weten niet eens waar ze aan moeten voldoen precies. En de regels veranderen ook de hele tijd. Ja, maar dan zitten er ook heel veel verwachtingen op de ander, dus dan is ook niks goed eigenlijk. Voilà, plus wat ik geobserveerd heb, is dat die ander dan ook een soort telepathisch intuïtief moet ruiken wat ik nodig heb. Als je van me hield, dan wist je dat. Nou, zeg dat dan. Nee, als ik het moet gaan zeggen, dan... Nee, dat is niet goed. Oh man, echt. Jezus. Maar elke keer als ik hier weer ga staan en ik ben weer even met jou in contact geweest, dan kan er weer een klein stukje oplossen. Ja, maar pas op dat je niet afhankelijk maakt van mij. Nee, dat doe ik ook. Want ook ik zal je teleurstellen. Nee, dat doe ik ook. Ook al stel je me teleur, dat gebeurt nog wel. Dat is waar. Dus dat maakt niet uit. Dus bedankt. Niet iedereen is onbetrouwbaar. Echt wel? Ja, daar moet ik nog achterkomen. Goed, ik had een angst voor mijn eigen pijn. Ik heb 22 jaar invaliderende rugpijn gehad. Dat heb ik opgelost met
transformerende ademsessies. Ik kreeg vertrouwen terug in mijn lichaam. En wat ik deed is me continu identificeren met mijn pijnlichaam. Mijn ego riep steeds, hier kom je nooit meer vanaf. Het komt allemaal niet goed. Dat soort dingetjes. Al die onzin wat het ego vertelt, begon ik in te geloven. Ja? Mm-hmm. Ik ben niet mijn ego en ik ben niet die pijn. Die pijn was een onderdeel van mij, een opgeslagen emotie. Waar het vandaan komt, weet ik nog steeds niet. Ik heb wel een vermoeden, daar ben ik nog naar op zoek. Maar die pijn die maakte mij ontzettend moe. Dat is logisch, dat is altijd met pijn. Maar nu ben ik van die pijn af, maar ik ben nog steeds moe. Is dat dan een onbewust programmaatje wat nog loopt? Of komt het omdat ik er ook achter ben gekomen dat ik eigenlijk ander werk wil doen? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Leg uit. Heel simpel. Als ik geen probleem heb met mijn werk, komen daar geen gedachten over op. Als ik weet dat iets klopt, kan ik er niet over nadenken. Ik kan alleen nadenken over dingen die niet kloppen. Dus je weet donders goed dat wat je aan het doen bent, zal ik maar zeggen, niet is wat kloppend is op dit moment. Niet kloppende dingen kosten energie. Dus een deel van de vermoeidheid, ik ga niet zeggen alles, dat weet ik niet, maar een deel van de vermoeidheid komt er heel vaak van bij mensen omdat ze dingen doen die niet kloppen. Wat wel klopt namelijk, kost weinig moeite. Dus ik moet gewoon voelen wat ik wil gaan doen. En de ene keer dan, ik heb gemerkt, ik werk thuis met computers, doe ik al 15 jaar. En dat loopt gewoon goed, dus ik heb zoiets van, dat gaat toch niet meer stoppen. Nee, maar we hoeven ook niet meteen van het ene uiterste naar het andere. Maar wat wel kan, is minder. So I can pay the bills. En daarnaast eens kijken wat ik nou eigenlijk wil. En dat zou ook kunnen zijn niks. Overigens, want wij zijn allemaal nogal productief geïndoctrineerd. Waarbij we eigenlijk alle tijd moeten omzetten in een soort nuttigheid. Kortom, Hollanders zijn kruideniers. Maar niets doen, dat kon nog wel eens veel creatiever en nuttiger en prettiger zijn. Ik doe heel graag niks. En dan de momenten dat er wel iets moet gebeuren, heb ik daar de energie voor. Ook al slaapt dat kreng weinig en is die eigenlijk altijd moe. En ik zou een eindeloze klaagzang op kunnen hangen, maar I don't give a shit. En wat ik geleerd heb, is gewoon periode niks doen of gewoon een beetje een boek lezen. En dan op andere momenten kunnen er fysieke activiteiten zijn of dit soort dingen. Het is gaan kloppen door de tijd heen. Ik weet wanneer wat en wat niet. Maar wat wij dus heel vaak doen is een activiteit hebben en die is dan zoveel, dan halen we daar wat van af. En dan gaan we die automatisch inruilen met een volgende activiteit. Waarom is niet een tijd lang geen activiteit? En kijken wat er opborrelt. Dus niet gaan zoeken naar wat moet ik gaan doen. Gewoon ruimte scheppen en kijken wat er na een week, een maand, een jaar komt. Ja, dat gebeurde ook met die ademsessies. Nou, dan merk je echt, het is echt loslaten, controle loslaten. En dan komt er vanzelf wat boven, van hé, dit. Yes. Nou, dat geldt voor dit soort dingen ook. Ja. Voor die vraag van net, het ego heeft ook nut. Voor een tijdje, ja. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik hoef niet zo nodig geld te verdienen. Geld zegt me niks, ik heb me losgelaten. Genoeg is genoeg. Dus ik had zoiets van, volgens mij ben ik mijn ego te ver aan het loslaten. Nou, kreeg ik een bore-out of zo. Dan, kan dat ook gebeuren. Degene die daar zo over nadenkt, nu heb ik mijn ego te ver losgelaten, dat is het ego. Dus alles wat strategisch is, zou je kunnen zeggen, zou je simpel gezegd als ego kunnen duiden. Wat je werkelijk bent, houdt er helemaal geen strategie op na, dat is gewoon. En dan komen er dingen naar dat organisme toe. En sommige dingen die
vliegen er langs, want die passen niet. En andere dingen die blijven een tijdje hangen. Nou, dan passen die blijkbaar wel. In die zin doe ik niks. Ja, dat doe ik ook vaak, niks. Omdat ik gewoon moe ben en heb ik geen zin om. Dat bedoel ik niet. Het gaat erom van, het ego is altijd ergens op uit. Bijvoorbeeld zelfs op loslaten, wat ook weer een actie is. Maar als je gewoon bent, dan hou je niks vast, dus dan valt er ook niks los te laten. Dan blijven er bepaalde dingen een tijd lang, omdat die blijkbaar passend zijn. En als ze weer vertrekken, dan past het blijkbaar niet meer, dus dan zie ik dat het vertrekt. Daarom geef ik vaker dat voorbeeld van een tijd lang, na 15 jaar, kwam muziek maken terug. Werd er in een bepaalde periode heel veel muziek gemaakt en 3-4 jaar geleden, ik weet het niet eens, stopte het weer. Ik deed dat geen van tweeën. Ik heb de muziek niet losgelaten of weer beetgenomen. Het kwam op bezoek en was blijkbaar sterk genoeg om zich te vertalen in opnames en dat soort stuff. Daarna loste het weer op, maar ik zit het niet los te laten. Daarna kwamen bepaalde boeken weer allemaal op mijn pad. Die waren er daarvoor ook, maar er zat geen energie in. Dus ik heb die boeken niet losgelaten en daarna weer opgepakt, ze verschenen. En dan rollen daar activiteiten uit, het schrijven van een aantal boeken is een gevolg daarvan. En misschien is dat volgend jaar weer weg, dan heb ik het niet losgelaten. Ik hou helemaal niks vast of los, snap je? Dus van de ene kant, dat hele loslaatverhaal en ademgedoe, hartstikke goed, want het heeft iets gebracht. Weg door mij. Ook dat is het niet. Dat was goed in een bepaalde fase. Just be. En dan komt er vanzelf in beeld wat je wel of niet te doen hebt, zal ik maar zeggen. Nou, ik ga lekker zijn. Ja, dat lijkt me een goed plan. En weet je wat ook nog leuk is? Van, ik ken meer mensen die dan zeg maar fysiek dingen hebben of die dan klagen over vermoeidheid of whatever of te weinig energie. In mijn optiek, iedereen heeft altijd 100% energie, of het nou veel of weinig is. Het is de vraag wat ik daarmee doe. Dus met de energie die deze heeft op dit moment, dat is minder dan toen die 30 was. En toen die geen kleine mankementjes had. Ja, oké. Okay. Het is nog steeds 100%. Wat doe ik ermee? Als ik 5 uur in de tuin ga lopen spitten, dan weet ik dat ik die energie vrij snel opmaak, waarschijnlijk ook nog voor morgen. En dat ik niet overeind kom vanwege mankementjes. That's stupid. Maar als ik gewoon luister en erbij ben, dan weet ik precies van oké, okay, uurtje spitten, even zitten, boekje lezen en dan misschien nog een wandelingetje doen. En dat regelt zich vanzelf. Tenzij ik vasthoud aan, ik moet zoveel energie hebben of me vergelijk met vroeger of met een ander. Ik riep wel eens tegen een vriendin vroeger die dus echt heel weinig energie had. Van het voordeel van dat jij geen energie hebt, is dat je de hele dag in bed kan liggen. Ik had toen heel veel energie en ik werkte heel veel. Wat ik ook niet altijd toen per se leuk vond. Ik zei van, ik zou wel eens een weekje of 3 willen ruilen. Als jij nou eens aan de slag gaat, luikrein, dan kan ik eens even liggen. Dat kon zij hebben, dat soort teksten. Ja, ik heb zoiets, ik wil graag iets van de grond hebben. Maar dan denk ik van, daar heb ik energie voor nodig. Ja, right. Dus eerst projecteren we iets en dan maken we een tekort. Alsof er iets van de grond moet komen. Gewoon zijn, komt er vast. Ja, en dan komt er wel of niet iets van de grond. Wat vanuit een wat meer uitgezoomd of laten we zeggen geologisch perspectief sowieso niks voorstelt. Of deze satsang nou wel gebeurt of niet, weet je wel. Vanuit een perspectief wat loopt over 330 miljoen jaar, het is echt totaal irrelevant. Dus we maken ons veel te druk over wat we allemaal willen en willen presteren en de belangrijkheid van wat dan ook. Het valt allemaal wel mee. Dus ik kijk liever wat er ontstaan wil. En het besef is totaal helder dat het een kleine rimpeling is in een oneindigheid. Dus het is allemaal niet zo belangrijk. En als iets wil ontstaan, en dus een tijdje bestaan, want het is allemaal tijdelijk, top. Zo niet, ook best. Ja. Bedankt. Kim. Ja. Ja.
En ik zie dus hoe vast ik zit. Ik probeer ook bijvoorbeeld in sociale interacties juist op sommige momenten juist iets te doen wat ik normaal niet zou doen. Zodat ik dan angst om niet meer aardig gevonden te worden. En dan probeer ik weer in de stilte te zijn. Dus, en ik merk dat die angst, zeg maar, om ergens erheen te breken of noem maar op. Of om echt ergens voor te gaan, dat die echt heel groot is. Maar dat ik tegelijkertijd ook zie van, ja, dit inderdaad steeds beter doorkrijg van... Ja, hoe vast ik hou aan allerlei zaken die echt bullshit zijn. Ja, dus ik wou dat even delen. Oké, dat zie terug. Ja, dus ja. Ik zei eigenlijk eerder van, het belangrijkste voor jou is gewoon bewustzijn van bewustzijn. Het moet van een andere kant komen. Je doet je best wel, dat is het probleem niet. En weet je wel, je bent nou ook weer hier. Van de inzet, daar ligt het niet zo aan. Maar het moet van iets anders komen. En dat was hier overigens ook zo. Ik kon best een aantal dingen, maar er waren dingen die moesten gewoon toegestaan worden. Of, nou ja, die kwamen van iets anders. Niet van mijn inspanningen of al dan niet bereid zijn. Relax. Het is veel meer van belang om te observeren wat er gebeurt, dan toch de hele tijd vanuit een lichte paniek proberen te sturen. Ja, dat zie ik ook, dat het gewoon constante paniek is. En om daarvan af te komen is weer een greep eigenlijk. Voilà. Dus dan zit je dus het is echt... steeds hetzelfde eigenlijk. Ja. Weet je wel? En er is één ding wat het niet is, en dat is gewoon gewaar zijn van wat er plaatsvindt. Plus proberen gewaar te zijn van waar ik het over had in het begin. Dat er iets is wat veel dieper is, weet je wel, 100 meter onder je voeten. Kijk, dat was het grappige. Ik denk eerst, oh, dan komt hij nou weer met iets nieuws. En dan dacht ik, ik kan wel iets van dat voelen, yes. Inderdaad. Cool. En maak daar dus dan weer niet een gigantisch project van, maar let er gewoon af en toe op. Net als op de ruimte of door te luisteren, zodat die geest gewoon open gaat. Ja, want dat is het. Ik ga er dan zo diep op. Yes, dat ja, en veel te hard je best doen. Ja. Het is heel subtiel. Ja, ik zit de laatste tijd met een combinatie van eenzaamheid en positie bepalen. En me heel erg bewust ben van... dat ik heel lang aan die oppervlakte vol angsten, verwachtingen en projecties heb gezeten. En dat zijn hele goede, mooie, diepe inzichten. En ja, er zijn best grote veranderingen opgetreden die de omgeving ook ziet. En gelukkig meestal ten positieve, dus dat is oké. Okay. Het heeft een soort hele... Ik vind het heel moeilijk om met die nieuwe positie om te gaan. Ja, uiteraard, daar moet je aan wennen. Dus maak je niet druk. Dit hoort erbij bij het daar aan wennen. Plus de nieuwe positie is zelf nog aan het schuiven. Ja. Dus het is nu in zo'n omwentelingsfase zeg maar nooit handig om te veel beslissingen te nemen. Het is nog veel te veel in wording allemaal. Ja, het gaat maar niet zozeer om die beslissingen nemen, maar meer... Nee, maar ik bedoel ook in de zin van positie bepalen. Ja, okay. Er is nog geen nieuwe positie. De oude die is los, weet je wel, maar... Je bent ook nog niet helemaal daar. En dat voel je zelf ook, weet je wel. Dat zeg je ook. Ja, dus je zit nu in een soort tussengebied. Gewoon ervaren. Gewoon kijken. Gewoon leren. En dat het moeilijk is, ja, sure. Dat is ook de reden waarom de meesten er geen zin in hebben. Omdat ze donders goed aanvoelen dat het moeilijkheden kan of zal opleveren. Ja, want je staat soms echt letterlijk... Ik had een goede kennis of een vriend van mij die... Je had een kind met zeer serieuze problemen en ja, ook de hele manier waarop ik daar vroeger mee om zou gaan, een soort luisterend oor. Ja, weet je, ik heb daar wel een soort ideeën en dingen over, maar het is nu zo aan het schuiven dat ik de gebruikelijke comfort of luisterend oor of een doekje voor het bloeden, weet je wel, ik zie de relativiteit ervan en het is super verwarrend, want je wil er aan de andere kant ook van iemand zijn, want af en toe ga je ook natuurlijk weer naar op de vlakte en in de schuimkoppen van de golven word je even getrokken, maar je weet dat die diepte daar is en je hebt daar in ieder geval een beetje aan geroken. Maar gewoon maar accepteren dat het... Laat het gebeuren en observeren. Ja.
En dus ook weer daarvoor zo min mogelijk het proberen te sturen, maar gewoon te kijken hoe je in het moment dat er zo'n contact is, reageert, wat er uitkomt, wat er gebeurt. Het kan zijn dat je hem ineens een zoen geeft en dat dat genoeg is, in plaats van allerlei verhalen. Of dat je inderdaad merkt tot je eigen verrassing of schok dat je opstaat en wegloopt. Vrijheid betekent voor een heel deel gewoon ongefilterd zijn zoals je bent. Ik zit hier ook niet de hele tijd te plannen van, is het wel gepast wat ik zeg? Want ik weet niet wat gepast is en wat niet en voor wie en hoe moet ik dat weten? Maar vanuit een ik-positie zou ik heel erg moeten gaan oppassen, want anders komen mensen misschien niet meer. Of weet je wel, ja, ik doe dat niet en dat doe ik in mijn normale leven ook niet. Ik zie wel wat er uitkomt, dat is wat ik ben. En vervolgens kan dat door vrienden, bekenden, jullie beoordeeld worden. Ja, so be it. Maar ja, het hele gevoel dat je dingen echt uit elkaar gaan lopen in Olie op het Vuur, heb je achter een prachtig overzicht gemaakt van de echte zoeker en de spirituele persoonlijkheidsverbeteraar. Dat was echt een eye-opener voor me, want opeens zag ik ook dat ik met een aantal mensen in mijn omgeving, ja, dat ik echt een andere afslag heb genomen. Maar wat ik dus inderdaad heel lastig vind, ja, ik weet dat je daar een hele grote mot over kan krijgen, als je met mensen die heel erg overtuigd zijn van hun ding. We hoeven dus de ander niet te gaan lopen overtuigen. Weet je wel, want wat we ook weten is van, op een bepaald moment deed deze ook allerlei spiritueel. Ik was heel spiritueel. Ja. Dat was passend blijkbaar in die fase. Dan hoef ik niet lelijk te gaan doen als ik bij een ander ben die dat wel doet. Ik kan, weet je wel, ik kan een paar dingen aanwijzen als die mij iets vraagt. Maar voor de rest, I don't care wat ze doen. Alleen als ze gaan zeggen van, ik geloof in die en die meditatie of die en die weet ik veel wat. Of ja, ik niet. Nou, dat hebben ze vrij snel door. En dan of ze vertrekken of er gebeuren andere bewegingen. Maar het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Maar het is niet tegen de ander. Plus, wat ik dan soms deed, van als ik een andere afslag nam dan mensen in mijn omgeving, dan gaf ik ze gewoon een boek. Dan moet je mij niet vragen. Weet je wel, maar dit is wat ik lees. En ik vat dat op een bepaalde manier, Nisargadatta bijvoorbeeld of whatever, Alexander, kijk maar. Nou, en dan kwam er soms terug van, nou, hier kan ik helemaal niks mee. Nou, oké, laten we het er dan niet over hebben. Hoeft toch niet? En een ander had zoiets van, wow, dat is interessant. En dan kan er een gesprek zijn. Dus. Ja, dat is grappig. Dat boek heb ik inderdaad bij een paar mensen inderdaad. Dat was dan op het Spira, wat een soort goede introductie is. Wat je denkt dat passend is. Het is iets te pittig, denk ik, voor de meeste. Could be, ja, mogelijk. Dat moet je zelf inschatten. Nou ja, dan merk je vanzelf wel waar overlap is in de interesse en waar niet. Van, nou, oké, dan hebben we het daar toch niet over. En sommige vriendschappen zullen veranderen erdoor en sommige zullen wellicht oplossen. Ja, en? Ja, dat is me duidelijk geworden, ja. Daar doe je toch niks aan. Maar het is dus interessant om gewoon te kijken hoe je gebeurt. In plaats van om te gaan zitten voorkomen dat er dit of dat, of te sturen dat het zus of zo effect zal hebben. Gewoon back off en laat die jongen eens maar rust en gewoon zijn zoals die is in het moment. Dat kan sowieso voor die anderen ook heel leerzaam zijn. Want iedereen, daar hebben we het vaker over gehad, die maakt een beeld van de ander. Zeker als vriendschappen of relaties wat langer duren, dan hebben we toch de neiging om daar een soort rechthoekje van te maken. Die is zo. Nee, daar is een deel wat ik heel vaak zie. Of wat me ook heel vaak gepresenteerd wordt, maar daar zit een eindeloze andere groep dimensies nog achter of ook bij. Als een vriendschap of liefdesrelatie iets waard is, kan die vernieuwing en verrijking aan en dat wellicht zelfs appreciëren als het niet zo is. Fuck off dan. Ja, helder. Dankjewel. Goed, thanks. Laten we even. Oh, Hans nog even. Thank you.
Het blijft een beetje hangen, alles is 100%. Voor mij heeft dat ook te maken met dat er alles mag zijn. En dat zakken, helemaal, zonder het woord zakken. Mm-hmm. Omdat het een basis is van waaruit je bent. En dat 100% is er op dit moment, is het volgende moment, is het volgende moment. Wat het ook is, als je pijn hebt, dan is het ook 100%. Ja. Maar als ik me dan focus op de pijn, dan is het 40%, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Maar als ik me focus op, of niks, ik hoef niks te focussen, mm-hmm. maar als ik gewoon kan zakken en kan laten zijn wat er is, dus je zou ook acceptatie kunnen zeggen, maar acceptatie zit voor mij veel meer hier. Mm-hmm. Het is veel meer het helemaal mogen zijn dat dat er is. Yes. En dat je dat bent. En meer hoeft eigenlijk niet, want het beweegt zich vanzelf. Dat is het leven. Right. Dat is, het leven kan niets anders dan gewoon leven. Dan hoef ik niks. I totally agree. Wonderlijk is eigenlijk, hè, dat het leven vanzelf leeft. Crazy. Zo. Dan voel ik dat van binnen, hè, dat dat zo crazy is. Hè. Zo. Je kunt het niet pakken, je kunt helemaal niks, maar het is crazy. Helemaal. Ik weet er niks meer van. Dank je. Even pauze.